Personeel van Macro wordt niet overgenomen door Mediamart. Werknemers van de elektroafdeling kunnen uiteraard wel solliciteren bij Mediamart. Het reisadvies voor Turkije verandert niet na de aanslag op een nachtclub in Istanbul op Oudejaarsnacht. Buitenlandse Zaken heeft het advies opnieuw geëvalueerd, maar er verandert dus niets. Waakzaamheid blijft wel geboden. Toeristen wordt aangeraden om drukke plaatsen en manifestaties te vermijden en zich te beperken tot de beveiliging.